4 weeks out, geen tijd om te rusten nu. Mijn naam is Lorenzo Leeuwen. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben dit jaar Nederlands kampioen bodybuilding overall geworden. Mijn doel is om in de komende jaren mijn pro-card te behalen. En mijn fysiek doel is eigenlijk om zoveel mogelijk massa op mijn lichaam te kunnen bouwen. En nog steeds een proportionele en esthetische fysiek te houden. Vandaag rug en triceps doen. Het is geen high carb day dan de vorige keer, want we zijn 4 weeks out to the Arnold Classic. Dan moeten de koolhydraten wel wat minder. Ik drink tijdens het trainen altijd de Essential Amino Stack, de beta-alanine en een klein beetje Vitargo. Eerste oefening voor rug doe ik pull-ups, dus optrekken. Het is perfect voor eigenlijk de breedte van je rug. Echt een perfecte warm-up oefening. Je hele lichaam is in beweging en het is geen machine, dus altijd beter om met de pull-ups te beginnen. Bij de pull-ups ga ik niet helemaal omlaag, helemaal omhoog. Ik ga eigenlijk net zo ver. Waar de stress op de spieren blijft en niet op de gewrichten wanneer je helemaal hangt. En dat is eigenlijk het beste voor groei van de lats. Om echt een brede rug te bouwen. Als tweede oefening kies ik een machine. Ik pak een brede machine waar ik echt op de lats kan werken. Ik hou van mijn lats goed op te focussen voordat ik echt naar de zware oefening ga als barbell rows of deadlifts. Mijn eerste oefeningen doe ik altijd repetities tussen 12 en 15, maar meestal ga ik toch tot failure. Dat is eigenlijk wanneer je niet de repetitie meer kan doen met de maximale uitoefening. De reden dat ik voor rug eigenlijk alleen 3 setjes doe, en voor andere spiergroepen, bijvoorbeeld 4 of 5, is omdat ik met rug veel verschillende oefeningen hou van te doen. Omdat het een veel grotere spier is, met veel andere spiergroepen, bijvoorbeeld de lats, de onderrug, de traps en de rhomboids. Deze oefening is perfect omdat je je armen eigenlijk individueel gebruikt. Dus beide kanten werken geïsoleerd en je kunt op beide kanten goed knijpen en focussen. Dit is mijn laatste echt lat geïsoleerde oefening. Deze pakt vooral de lats en eigenlijk ook een beetje de traps en de rhomboids, dus de midden-bovenrug. Nu ga ik meer focussen op wat zwaardere bewegingen. En die pakken eigenlijk het geheel van het rug en de spiermassa van het rug. Bij zwaardere oefeningen zoals de barbell rows en deadlifts gebruik ik meestal straps, omdat je kunt beter op je rug focussen zonder dat je armen even hard hoeven te werken. En meestal ga je armen opgeven voordat je rug opgeeft, omdat je rug meer kracht heeft.
tijdens het trainen. Flex of stretch ik vaak een spiergroep die ik aan het trainen ben. Zo krijg je maximaal bloed in het spier en forceer je eigenlijk het spier om uit te rekken en te groeien. Bij de barbell row zorg ik altijd dat mijn rug recht is. Nooit je rug krom laten gaan. Zo is het makkelijk om een blessure te krijgen. Laag genoeg gaan, zodat je toch de lats en de bovenrug maximaal kan stimuleren. Ik ga nu de T-bar row doen. Dit is eigenlijk een van de klassieke basisoefeningen voor rug. Die ze al eigenlijk in de golden era van bodybuilding deden. Perfect voor de breedte en de dikte van je rug. Four weeks out, geen tijd om te rusten nu. Dit is weer een goede individuele oefening waar je elke arm één voor één kan gebruiken. Perfect voor het middenrug waar je goed kan knijpen en voor de lats. Excel intro workout. Cable pullovers zijn perfect voor je lats en de serratus is eigenlijk een spiergroepje onder je oksel en die is echt perfect voor poses zoals de abdominals en thighs. De deadlift doe ik altijd aan het einde van mijn rugworkout. Dan is mijn rug eigenlijk vermoeid van andere oefeningen. En kan ik maximaal nog pushen en het helemaal vermoeien. Ik begin altijd met 12 tot 15 repetities en bouw ik op tot 8 tot 10 zware repetities. Deadlift is een van mijn favoriete oefeningen. Ik ga vaker veel zwaarder met de deadlift dan met andere oefeningen. Eigenlijk brengt het je hele lichaam in beweging en meerdere spiergroepen die maximaal moeten werken. En het is eigenlijk perfect voor een all-around massabouwer. Zodra ik klaar ben met rug, ga ik triceps doen. De meeste mensen doen triceps naar borst. Ik doe het naar rug. Mijn triceps zijn dan vers en kan ik eigenlijk beter contracties krijgen. Ik begin vaak met de skull crushers. Is een perfecte massa-oefening. Niet te zwaar in het begin. Altijd 12 of 15 repetities en langzaam opbouwen naar een zwaardere gewicht. Net als met de meeste spiergroepen doe ik voor de triceps 3 oefeningen en 3 setjes per oefening. Soms doe ik 4, maar omdat ik ook een aparte armdag heb, hoef ik vaak niet te veel oefeningen te doen na mijn rugoefeningen.
niet zo bad. Met een skullcrush is het belangrijk om je elleboog zo veel mogelijk naar binnen te houden. Je kunt misschien wat minder zwaar gaan als normaal, maar je focust zo wel beter op je triceps. Bij oefeningen waar je arm eigenlijk gestrekt boven het hoofd is, zijn vooral het beste voor de grote hoofd van de triceps, dat is de onderkant. En die is het beste bij de front double biceps. Brengt het echt de breedte aan je arm. Aan het einde van mijn triceps workout hou ik van de kabel met een touw te gebruiken, omdat je daar eigenlijk de beste contracties mee kan krijgen en elke arm individueel kan bewegen. We zijn nu 4 weken oud in de Arnold Classic. Zoals jullie kunnen zien, mijn vetpercentage is al best laag. Dus we gaan nu niet te laag meer met het dieet. We gaan misschien nog 2 weekjes diëten. En dan eigenlijk alleen een beetje constant blijven met de voeding. Dat was het einde van mijn training. Nu is het tijd om een post-workout shake te maken. Mijn post-workout shake tijdens de wedstrijdvoorbereiding bestaat uit whey, hydrolysaat, glutamine, creatine. Als ik niet voor wedstrijd aan het voorbereiden ben, gooi ik altijd ook snelwerkende koolhydraten erin. Dat is de Dextro Juice Pro van XXL.